krijgen. Klus. Het is zo donker, Tess. Het is zo klus, donker. Klus, het is helemaal donker hier. Helemaal niks. Er moet echt maar licht komen nu, Klus. Ja, Tess, het komt goed. Ik ga het zo fixen. Maar Klus, er zitten een heleboel kinderen ook hier. Ja, ik weet het, Tess. Het komt helemaal goed. Maar waar is dat ding nou? Wat zoek je dan? Het snoer met de stekker. Oh, kijk hier. Kijk, dit is hier. Oh, Tess, je bent geweldig. Dit is één. Ja, oh, kijk aan deze. Oh, je hebt hem. Oké, die moeten in elkaar, Tess. Oké. Eén. Twee. Ja. Oké, Tess, we kunnen beginnen. Kasteel, ontstond het volgende tafereel. Twee broers met kwaad in de zin hadden gemene plannen. De ene die wilde een paleis, de ander door geld van de wijs. Maar de club die stond er niet in en heeft ze gauw verbannen. En nog voordat Sint er geen had, gingen we samen op reis en zongen. Gelukkig is de club van Sinterklaas heel goed, dat kan veel harder. Is de club onbevreesd? Dankzij de pieten is iedereen in de jaarbeurs voor het grote feest. Dus zing maar. Oh, hey. Gelukkig is de club van Sinterklaas. We zijn de pieten van de club van Sinterklaas. Oh, oh, hey, oh. Alle boeven steeds de baas. We gaan zwaaien met z'n allen arm omhoog. En plotseling in elke schoen, vreemd stoek goed echt niet te doen. Hoe lossen we dit nou weer op, naast onze werkzaamheden? Als elke Piet nou zijn best gaat doen, zijn we misschien nog op tijd. Dus zing maar. Oh, hey. Gelukkig is de club van Sinterklaas. Op je allerlaatst komt ie. Alle boeven steeds de baas. Hallo allemaal. Zijn de pieten is iedereen in de jaarbeurs voor het grote feest. Dus zing maar. Oh, hey. Gelukkig is de club van Sinterklaas. Oh, oh, hey, oh. Alle boeken steeds. En op je allerallerhardst laat je horen met z'n allen. Oh, hey, oh. Gelukkig is de club van Sinterklaas. Jongens, mag ik een gigantisch applaus voor de Pieter van de Club van Sinterklaas. Muziekpiet, Testpiet, Profpiet, Keukenpiet, Hocus Pocuspiet, Hooghoogtepiet en Kluspiet. En speciaal voor jullie op deze prachtige middag, de Pieter van Is.
jaar komen ze ons met een optreden verblijden. Hier zijn de Jumbo Meiden. Jacob's Angels. Shake your hips, want hier is Chips. Alles vergeten. En ik zie een ster, hij staat nog ver. Hier is mijn Mattie Jesse. Yo, Jesse in the house, Jesse in the house. Zijn de Volendamse, Pumba en Timon. Hier zijn ze, Nick en Simon. Wat je klopt zo leuk. Wat brengt hij nu, wat brengt hij nu, wat brengt hij nu weer mij. Wie zoet als stoer, wie stout als kruid. En een waanzinnig illusionist act. Met veel pit, Magic Unlimited. Spectaculaire feest dat we allemaal natuurlijk gaan geven. Hey, kinderen. Hallo allemaal. Ja, ik zal het aan hem geven. Deze ook? Ja? Ja, Sinterklaas ziet alles. Het is zo dat wij Sinterklaas op dit moment gesignaleerd hebben in Utrecht. Wij weten dat Sinterklaas onderweg is, maar hij is er nog niet. Spannend. En ook als ik zo om me heen kijk en ik zie al die kindjes elkaar vasthouden, want we zijn gewoon zenuwachtig met z'n allen, hè? We gaan eens even kijken. We gaan eens even een beetje de zaal polsen of iedereen er een beetje klaar voor is. Ik zie daar al heel veel kleine pietjes, maar volgens mij zit iedereen hier ook helemaal klaar voor de zit, hè? Nou, ik hoor die kinderen daar niet. Laat je allemaal eens horen. Nicolet, we gaan even daar kijken. Gaan we eens even kijken of we met de kinderen een beetje los kunnen komen. Want jongens, kunnen we eens even, gaan ze even allemaal staan hier. Alle kinderen daar ook staan. Want we moeten natuurlijk ook zometeen moeten we wel een beetje gaan springen. Ik want, ook van die ja, gaan ze even kijken of jullie even kunnen springen, net als even die benen los, lekker. Ja, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Gaan we even die kant op? Kom. Ja, jongens, meedoen, meisjes. Kunnen we hier ook allemaal springen? Papa's en mama's. Ja, kijk eens. Jij doet het goed. Kijk jullie doen het goed. Wauw, al die kleine daar achterin, kijk, daar gaat het ook lekker. Goed, Nicolet, wat dacht jij ervan als wij eens even die stembandjes warm gaan maken van al die kindjes? Ja, want ik vind als Sinterklaas hier straks binnenkomt, dan moeten we hem wel goed ontvangen. Ja.
Zullen we even kijken of het orkest klaar ziet? Ja, jongens, orkest Pieter, muziek Pieter, goed. Ik wil nog even kijken of we met z'n allen zoveel mogelijk lawaai kunnen maken. Even testen. 1, 2. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dit gaat zeker goed komen. Maar ik vind dat we ook een liedje moeten oefenen. Ja, goed idee. Ik ga ze even vragen. Als Sinterklaas binnenkomt, wie van jullie kleine Pieter kan mij even helpen? Jij, wat zou dan een goed liedje zijn wat we moeten zingen? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Oh, dat vind ik een goed begin. Zullen we die even oefenen met elkaar? Ja. Oké, orkest. Ik hoor hem al. Allemaal meezingen, jongens. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom maar nog even bij ons. En handen in de lucht, dan springen zo. Let op. Daar gaan we. En we zingen. Springen. En we zijn zo blij. Want er zijn geen zouten. En we springen! We zijn zo blij, want we zijn geen stoute kinderen bij. Wauw, nou, ik ben nu al trots op ze. Dat gaat helemaal goed komen. Echt, hè? Oké, dan is Sinterklaas binnen. Dan hebben we natuurlijk hem verrast met al die leuke dingen die we voor hem hebben gepland. En dan op een gegeven moment, dan gaat hij ook weer weg. Oh, dus je bedoelt dat we misschien ook alvast het afscheidsliedje moeten oefenen? Dat weet je toch wel? Dag Sinterklaasje. Natuurlijk, ja, dag Sinterklaasje. Vragen. Jongens, kan dat? Even oefenen, dag Sinterklaasje met z'n allen. Oké, daar komt ie. 3, 2, 1. Dag Sinterklaasje, dag, zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, jongens, heel goed. Even kijken hier, hoor. Even horen. Oh, wat goed. Applaus dus in. Ja. Wacht even. Nicolette, je zou je telefoon toch uitzetten? Ik heb mijn telefoon niet. Heb jij je telefoon bij je? Nee, ik heb geen telefoon. Is hier misschien een papa of een mama die zijn telefoon aan heeft laten staan? Ah. Pieter, kunnen jullie even helpen zoeken? Want dit is een telefoon ergens, maar we zien niks. Ik vind dit een beetje raar. Hocus pocus Piet daar. Kijk eens even bij papa en mama of ze misschien vergeten zijn de telefoon uit te zetten. Hallo? Hocus pocus Piet, dat is een kip. Ik snapte. Hey, wacht eens even. Nicolette. Het is voor ons de telefoon. Is dit de telefoon? Heb je de telefoon bij je? Ga jij maar. Nee. Jij pakt op. Nee, ik... Winston, straks is er misschien iets aan de hand. Ja, maar dan straks is het Sinterklaas. Stil in de zaal. Oké. Stil. Winston, pak jij op. Hallo? Meneer Winston? Kijk, Sinterklaas! Oh, nee. Sinterklaas, waar bent u? We zitten op u te wachten. Waar zijn jullie dan? Ja. Zijn de kinderen wel gekomen? Er is hier niemand. Ja, Sinterklaas, u ziet niemand. Het zit hier helemaal vol. Laat jullie eens horen. U moet gewoon naar binnen. Waar moet ik dan binnenkomen? Sinterklaas... U bent helemaal verkeerd. U zit in de galgenwaard. Oh jee. Maar daar moest ik zijn. Nee. Prof Piet heeft me gezegd dat ik hier moest zijn. Prof Piet? Nee, Sinterklaas, u moet naar de jaarbeurs. De jaarbeurs? Maar hoe kom ik daar? Ja. Sinterklaas, wat doet u hier? Is er een probleem? Kunt u mij misschien zeggen hoe ik zo snel mogelijk hier vandaan naar de jaarbeurs kom? U moet naar de jaarbeurs. Nee, dan zit u hier verkeerd. Nee, weet je wat? Wij geven u wel een politie-escort. Ja. Meneer Winston, heeft u dat gehoord? Deze aardige agenten die brengen mij zo snel mogelijk naar de jaarbeurs. Nou, dat is heel erg lief. Kom maar snel. Dus de kinderen die zijn er al? Ja, laat je eens horen, jongens. Ja. Kinderen, kunnen jullie mij ook horen? Ik kom zo snel mogelijk naar jullie toe. Tot zo dadelijk, hè? Afgesproken, Sint. Tot zo. Tot zo. We gaan naar de jaarbeurs. Volgt u ons. Prof Piet, hoe kan je nou zo stom zijn? Ik
Ik had het wetenschappelijk onderzocht, hoor. Oh, oh, oh. Winston, dit is toch niet de bedoeling? Straks gaat Sinterklaas de optredens missen. We hebben ons hier het hele jaar op verheugd. Jongens, Nicolette. Dit zijn van die momenten dat je logisch moet nadenken. Want ik zeg altijd, als het niet goed komt, dan komt het uiteindelijk toch altijd goed. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Nee, ik snap ook wel wat je zegt. Het zal uiteindelijk ook wel goed komen. Nee, dit komt goed. Nou, ik maak me toch een beetje zorgen. Maar kunnen we niet iets bedenken? Kunnen we niet vragen of Chips kan optreden? Of Chips kan optreden? Dat vind ik helemaal geen gek idee. Jongens, Prof Piet, vraag of Chips kan optreden. 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 Chips kan optreden. Vraag of Chips kan optreden. Chips, kunnen jullie optreden? Sint is bij je in de gang gemaakt. Ja, we zijn er wel, maar is er ook iets van ballet of zo? 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 Aha. Nicolette, volgens mij willen ze weten of het ballet mee kan doen. Nou, dat kan ik zo checken. Ballet, willen jullie meedoen? Dat wordt geregeld. Nou, dan komt het helemaal goed. Pieter, zijn jullie er klaar voor? Ja. Kinderen, zijn jullie er klaar voor? Ja. Geef ze een groot applaus. Hier zijn Chips. Oh. Woe. Allemaal meezingen. Come on. Allemaal. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja, niet zo veel. Ja.
Ik merk dat die sfeer er steeds beter in komt. Dat jullie echt hier gewoon het hele jaar naar uitgekeken hebben. En ik denk dat de kindjes thuis op de bank ook denken van... nou, eindelijk is het zover. Sinterklaas, ja, die is gewoon hier bij ons in de jaarbeurs. En we kunnen allemaal meekijken. Ja, hij is onderweg. Hij zei het net al. Hij stond even verkeerd. Maar ik hoop dat het niet te lang duurt voordat hij hier is. Want ja, anders maak ik me toch wel een klein beetje zorgen. Een vraagje aan jullie. Houden jullie van magie? Maar houden jullie van echt hele spannende magie? Nou, ik vind dat dus ook altijd heel spannend. En daarom hebben we speciaal voor jullie een hele gave act. Namelijk Magic Unlimited. Wat is het? Nou, Hocus Pocus, wat doe je nou? Ja, zij gaan een magische truc doen, maar ze willen dat zonder mij doen. Nee, maar dit is toch helemaal niet voor jou de bedoeling? Het gaat hier om magie, het gaat niet om goochelen. Ja, ik weet heel veel van magie. Ik ben namelijk Hocus Pocus, Piet. Nou, dat zal ik je laten zien ook. Magie en goochelen is iets anders. Oh, sorry, ik bedoel het niet zo. Nou, ik ga maar even met hem praten. Hier is voor jullie Magic Unlimited. Dames en heren, Magic Unlimited. Is your magic friend going to survive this experiment? Watch and be amazed.
Magic Unlimited! Oh, wat een feest hier in de jaarbeurs. Ik vind het zo fijn dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn. Alleen, voordat ik de telefoon oppak, ik moet heel even tegen de kinderen zeggen. Ik sprak net een beveiligingsspeed en die zegt, ik maak me een beetje zorgen om alle kinderen die niet op hun plek zitten. Want als Sinterklaas straks binnenkomt met zijn paard, dan kan hij er niet door. Dus willen jullie alsjeblieft gaan zitten op je plekje bij papa en mama? Dan neem ik de telefoon op. Alhoewel, waar is de telefoon eigenlijk? Heeft iemand de telefoon gezien? Ik hoop niet dat er iets met de Sint is. Misschien kan hij het wel niet vinden. Nou, ik ga me gewoon geen zorgen maken. Misschien kan hij het wel gewoon... Prof Piet. Nee, ik ga niet opnemen. Neem jij nou op? Nou, oké. Okay. Shh, de telefoon, jongens en meisjes. De telefoon. Hallo, mijn Nicolet? Ja, hallo? Spreek ik met juffrouw Nicolet? Ja, daar spreek... Ja, brigadier Geurtjes hier. Zeg, wij hebben een heel klein probleempje. Sinterklaas heeft een lekke band. Wat? Hoe kan dat nou? Er is toch niks gebeurd met Sinterklaas? Hoe kan Sinterklaas nou een lekke band hebben? Sinterklaas? Nee, niet Sinterklaas. Nee, de politieauto waar we Sinterklaas mee naar de jaarbeurs begeleiden, die heeft een lekke band. Oh, ik dacht al, dat kan toch helemaal niet? Maar even, brigadier, hij is toch wel op tijd, hè? Want we zitten hier met z'n allen en als hij het niet kan vinden... Ja, maar ik zal er persoonlijk voor zorgen dat Sinterklaas op tijd in de jaarbeurs aankomt. Ja, dank ik heb u. Al mijn collega's opgetrommeld om hem erheen te brengen. Oh, dat vind ik geweldig. Dank u wel, brigadier. Geurtjes is de naam. Ja. Nee, we komen er nu aan. Oké, super. Dag, tot zo. Dag, Nicolet. Dag. Dag. Nicolet, ik was heel even naar het toilet. Wat is er gebeurd? Nou, aan de ene kant denk ik, ja, ze komen eraan. Maar aan de andere kant, Sinterklaas heeft een lekke band. Wat? Ja, ik hoop zo dat hij het redt. Hij heeft nu een Magic Unlimited gemist. Maar Sinterklaas een lekke band. Nou, de politieauto. Ik vertel het ook een beetje. Hoe lossen we dat op? Ja. Wij hadden al beloofd dat we heel veel optredens hadden. Maar ik zit nu in één keer te denken. Test Piet, kom er eens even bij. Waar is Koele Piet? Koele Piet? Koele, kom eens. Kom eens even hier, Diego. Nee, ik ben mijn fietssleutel kwijt. Wat? Kom, we gaan even die kant op. Je fietssleutel. Van mijn dakfiets. Van het dakfiets? Ja, ik had hem in mijn zak en... Hij zat er niet... Nee. Ik weet het al. Koele Piet, wij kennen jou inmiddels een beetje. Nee. Jij hebt die sleutel waarschijnlijk gewoon laten zitten in het slot. Ja, dat is zo. Ja. Dus niet... Nee, ik wil het niet horen. Nee. Jongens, hallo, zouden jullie misschien horen. Een liedje kunnen zingen, aangezien we toch moeten wachten op de Sint nu? Wij? Jullie tweeën, ja. Samen op de daken. Ja, leuk. Kunnen jullie die doen? Ja, willen we dat ze gaan zingen, jongens en meisjes? Is het misschien een idee? Want kijk, we staan nu toch een soort van op daken. Ja. Dat we koelen op de daken, samen op de daken. Ja. Oké. Okay. Goed, ik ga even vragen aan de muziek, Piet, of ze er klaar voor zijn. Jongens, begrepen? Oké. Okay. Wij samen. Ga je gang. Allemaal meeklappen! Dat is precies hoe ik me voel. Ik weet precies wat jij bedoelt. Natuurlijk zeg ik geen nee. Want als we samen op de daken staan, lijkt alles uit vanzelf te gaan. Hoor ik lieve Pientje zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de daken, want dat is zo fijn. Aan het werk van kindjes groot. Schoorsteen is ons doel, het zijn er wel een heleboel. Zo'n nacht gaat echt veel te vlug. Klap u ons met z'n allen! Want als we samen op de daken staan, lijkt alles haast vanzelf te gaan. Hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de daken op, dat is zo fijn. Aan het werk van kindjes groot en klein. Samen luisteren wie zoet is en wie een grote hoef is.
wat heerlijk toch om Piet te zijn. Ongemerkt vullen wij iedere schoen. Want dat is het leukste om te doen. Want als we samen op de, want als we samen op de daken staan, lijkt alles haast vanzelf te gaan. Hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen, we hebben echt een wereldbaan. Samen de daken op, dat is zo fijn, aan het werk van kindjes groot en klein. Samen luisteren wie zoet is en wie een grote boef is, wat heerlijk toch om hier te zijn. Want als we samen op de daken staan. Koele Piet en Test Piet! Woe! Jongens, verheugen we ons een beetje op de komst van Sinterklaas? Ja, hè? Klus Piet, wat is er? Ik moet even snel iets vertellen voordat Sinterklaas er is. Wat is er? Ik heb namelijk een verrassing voor Sinterklaas in elkaar gefixt. Wat is dat? Ja, ik ben namelijk dagen bezig geweest met plakken en timmeren en lijmen. En dit is het geworden. Klus Piet. Ja. Klus Piet, even kijken. Een rode knop. Ja. Wat heeft Sinterklaas aan een rode knop? Ho, ho, ho. Dit is niet zomaar een rode knop. Mag ik er even op slaan? Nee, ho, ho. Met deze rode knop treedt de verrassing voor Sinterklaas in werking. Aha, een verrassing. Ja. Maar wat is die verrassing dan? Ja, kijk, daar en daar hangt de verrassing. En als Sinterklaas straks op de rode knop slaat, ja, dan komt de verrassing naar beneden. Oké, kunnen we dat niet even een keertje oefenen? Oh, ja, dat is een goed idee, want ik heb de hulp van de kinderen nodig, jongens. Wat gaan we doen dan? We gaan met z'n allen aftellen tot 3. Oké, optellen tot 3 eigenlijk. Dus van 1 naar 3. Oké, ja. Zullen we dat even oefenen? Even met z'n allen. 1, 2, 3. En dan slaan. Oh, nee, niet nu. Straks, als Sinterklaas er is. Oké, nou goed. Dus, jongens en meisjes, tot hoe ver gaan we straks tellen? Heel goed. Klus Piet, volgens mij is het allemaal duidelijk. Dankjewel. Zeg, vind jij het goed als jij dan met die rode knop weer even lekker naar de andere Pieten gaat? Ja. Dan ga ik de volgende act aan de kinderen vertellen. Doe ik. Ja? Oké, goed. Voor jullie, niet alleen hier, maar ook thuis. Wacht, Klus Piet. Ja? Hé, we hadden toch afgesproken dat je weg zou gaan? Ja, sorry, ik ga die kant. Het podium af. Ja, is goed. Dag, Klus Piet. Dag, Klus Piet. Dag, Winston. Goed. Jullie kennen ze waarschijnlijk allemaal. We zijn heel erg blij dat ze hier vandaag ook voor de Pieten en voor Sinterklaas, maar voornamelijk voor jullie gaan optreden. Geef ze een groot applaus. Lisa, Amy en Shelley. Hallo. Klus Piet, ga nou weg. Kom. Zing ik wat lekker mee. Hier is Koele Kikker. Koel koud. Koele Kikker. Op een goede.
ze bij ons geliefd. Geliefd. Nu jullie! Wat een coole kikker. Wat een coole kikker ben jij. Een coole kikker ben jij. De handjes in de lucht. Wat een coole kikker. Wat een coole kikker ben jij. Een coole kikker ben jij. Oh, oh, oh. Je hoeft niet bang te zijn. Al ben je groot of klein. Je maakt mij altijd blij. Jij! Oh, 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 oh. Wat een coole kikker. Wat een coole kikker ben jij. Coole kikker. Coole, coole kikker. Kom, koud, cool. Koud, cool, koud. Kom, koud, cool. Cool, coole kikker. Cool, koud, cool. Koud, cool, koud. Cool, koud, cool. Cool, coole kikker. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Lisa, Amy en Shelley, bedankt. Geweldig. Kinderen, ik heb net even contact gehad met de politie en er is goed nieuws. De Sint is langzamerhand dichterbij aan het komen. Ja, maar dat wisten we toch al. Hij heeft die lekke band, Winston. Dat schiet gewoon niet op. Hij zei tegen mij, Winston, zeg tegen de kinderen dat het allemaal goed gaat komen. Hij komt dus. Ja, oké. Okay. Maar stel, als het... Wat is er? Is de rode knop kwijt. Wat zeg je? Wat? Wat zeg je? Maar wacht heel even. Wacht heel even. We hebben de fiets van de... Wacht, ik kan de sleutel... je even herhalen. Ik ik zal het even zeggen. Gezegd. Piet zegt net tegen mij dat de sleutel van de bakfiets is dus weg. Ja. En nu is Kluspiet ook de rode knop kwijt. Rode knop kwijt. Zou dat betekenen dat er misschien toch boeven in de zaal zijn? Nee. 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 Dat kan, nee, toch, dat kan niet. Helemaal niet. Nee, toch? Misschien ligt die rode knop wel onder iemand zijn stoel of zo. Ja. Dat kan toch ook? Kunnen jullie even kijken onder je stoel allemaal? Kijk allemaal even onder je stoel. Onder je stoel. Even onder je stoel kijken naar die rode knop op dat kussentje. Geen rode. Ik denk dat hij gewoon hier ergens niemand? Ligt, hoor. Nee? Oh jee. Nee, daar niet. Daar zoek niet. Winston, ik stel voor, laten we gewoon naar een optreden gaan. Ik hoop echt niet dat de boeven hier vandaag zijn. Nee, daar gaan we niet aan denken. Een optreden is een heel goed idee. Okay. Zullen we ze aankondigen? Ja. Daar gaan we. Hier zijn de meiden van... Jimbo! Oké. Hocus pocus! Ja, wat doe je nou? Ja, ik heb hier een kist. Ja, en niet zomaar een kist, maar een magische goochelkist. Ik heb natuurlijk net Magic Unlimited gezien. En dat kan ik natuurlijk ook. Ik heb hier een kist, daar kan ik dingen mee wegtoveren en ook weer terugtoveren. Ja, ja. Nou ja, als je dat zo goed kan, tover Jimbo dan maar tevoorschijn. Ja, heel goed idee. Jimbo, ga je gang. Ja, zo ver ben ik dus nog niet. Maar de show die ik ga geven, daar gaan jullie geen spijt van krijgen. Oké. Okay. Kondig me maar aan. Zoiets van... dit is het moment waar jullie zo lang op hebben gewacht. Oh, hier is de grote, de fantastische, de onovertrefbare Hocus Pocus Piet. Tada! Volgens mij... Oké, Hocus Pocus Piet. Ik denk toch dat jij iedereen en vooral mij en Nicolette daar een klein beetje mee moet helpen. Okay. Zou je het woordje voor woordje kunnen doen, dan ben ik absoluut niet de beroerdste. Doe ik met je mee. Hier is dan... Hier is de... Grote... Grote... Fantastische... Fantastische... De onovertrefbare... De onovertrefbare... Hocus Pocus Piet... Tada! Hocus Pocus Piet... Tada! Oké, dames en heren... Jongens en meisjes, ik ga Harry de konijn laten verdwijnen en daarna weer terugtoveren. Oké. Simsalabim! Dit is domme pech. Ik tover het konijntje weg. Oké, en nou weer terug.
Harry! Hé! Hey. Harry, wat ben je nou? Harry, au! Hallo? Is hij nou? Hé! Hey. Hocus? Hocus? Hallo, ben je er nog? Oh god, zou het goed gegaan zijn? Hocus, wat ben je nou? Hij is weg. Heeft hij zichzelf nou weggetoverd? Nou ja, hoe kan dat nou? Hij was er net nog... Hé, hey, wat is dat? Ik hoor de sirenes pieten! Ja! De Sint komt eraan! Jongens, dat kan maar één ding betekenen. Weg die kist! Ja, snel weg die kist! Doe weg, ik ga weg. Ja, allemaal weg. Staan! Jongens, allemaal staan! Volgens mij komt de Sint eraan! De Sint komt eraan! Maar waar, Nicolette? Ik weet niet waar, ik hoor hem. Horen jullie waar hij vandaan komt? Komt hij daar? Jongens, daar? Nee, volgens mij niet. Andere hoek misschien? Daar? Ook niet? Nee. Dus even kijken. Oh jongens, daar is hij! Daar is hij, de Sint! Waar? Waar dan? Laten we gaan zingen met z'n allen! Muziek, Pieter! Daar is hij! Oh! Dag Sinterklaas! Zwaaien! Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien het u. Staan. Nee, dat is niet normaal.
Dank u. Dank u wel. Dank Sinterklaas! Ja, we zijn er, hè? Wow. Wilt u alstublieft hier naartoe komen? Zeg eens allemaal dag Sinterklaas. Oh, hey, de stoel is schoon, de stoel is schoon. Pieter, help de centen even. Ja. Oké, ga jij maar eerst hoor. Ik vind het doodeng. Nee, ik vind het doodeng. Nee, ik ga eerst staan. Ik heb het hele jaar naar uitgekeken en als het moment dan daar is, dan vind ik het altijd toch een beetje eng. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Sinterklaas. Oh. Ik zal het proberen te onthouden, ja. Americo natuurlijk ook, wat is het paard lief, hè? Ja. Kom, we gaan nog klaar staan. Wat leuk dat jullie gekomen zijn. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Oh. Ja, ik heb alweer zoveel mooie noten van je gehoord, hoor. Hoge hoogte hier over muziek. Goeie vriend allemaal. Kluspiet, alles in orde. Ben je nou nog niet uitgewerkt? Heb je nieuwe speculaties ook? Profpiet. Oh, geweldig blij, dankjewel. Geweldig, dankjewel profpiet. Dankjewel profpiet. Sinterklaas. Sinterklaas, van harte welkom op het feest van de club van Sinterklaas. Meneer Winston, mevrouw Nicolette, ik ben zo blij om u te zien. Hallo Sinterklaas. Ik heb u al aan de telefoon gehad. Ja, ja. Ja, ik ben blij dat u er bent, want we maakten ons toch een beetje zorgen. Het is allemaal goed gegaan onderweg verder. Maar nu ben ik er en ik ben er ook helemaal. Sinterklaas, al deze kinderen zijn voor u gekomen. Allemaal. Wilt u met mij mee naar het midden lopen? Ja, want dan kunnen we even naar alle kinderen kijken. Er zijn hier bijna 13.000 kinderen. Wat? Zo ongelooflijk, hè? En alle kinderen thuis op de bank. Oh. Kijk daar, Sinterklaas. Ziet u daar? U ziet waarschijnlijk allemaal bekende gezichten. Jazeker. Ik zie Jimmy zie ik daar zitten en Annemarie en Ahmed en... Ach, daar zie ik André zitten. De kleine André is er ook. Dag. Dag allemaal. Ik ben zo blij. Ook de kinderen in het land dat ik hier ben. Dit is zo'n mooi feest. Leuk, hè? Ik vind het geweldig. Leuk, jongens, laat je eens allemaal horen voor Sinterklaas. Ja, oh, wat geweldig, wat geweldig. En ik heb gehoord... Sinterklaas, heel erg belangrijk voor u. Wij hebben namelijk speciaal aan u natuurlijk gevraagd of u snel wilde komen. Want we hadden namelijk een heel schema gemaakt. We hadden allemaal artiesten en daarvan hebben er al een paar opgetreden. Omdat we de kinderen natuurlijk niet zomaar konden laten zitten. Nee. U vindt het hopelijk niet erg? Nee, zeker niet. Hebben jullie trouwens Hocus Pocus Piet gezien? Die is even iets voor zichzelf aan het doen. Ja, die is even iets voor zichzelf aan het doen. Maar Sinterklaas, we hebben wel een verrassing voor u. Ja. Heeft u wel eens gehoord van een meidengroepje? Goed. Het zijn er drie. Ja. En ze kunnen bewegen. En ze zijn bekend van radio en televisie. En als ze gaan optreden, dan gillen altijd iedereen. Maar alle kinderen. Jullie willen mij toch niet vertellen dat jullie hier vanmiddag in Utrecht... Ja, ja. Jumbo hebben? Ja. Jawel. Wij weten dat u zo'n fan bent van deze meiden. Dus als u lekker in de stoel gaat zitten... speciaal op uw stoel zitten en dan gaan we vragen of ze komen optreden. Is dit mooi voor u zo? Ja, hè? Gaat dat? Ja, ja, ja. Zullen we de Sint even helpen? U ziet er trouwens fantastisch uit, Sinterklaas. Ja, echt te gek. Zo, zit u goed? Ja, maar Sinterklaas... Heerlijk. En gaat u genieten? Wel. Ik ga volop genieten vanmiddag. Oké, goed zo. Geniet ervan, Sinterklaas. Oké. Kinderen! Ja, geniet, zeg, hè? Zeg ik het. Hier is Jimbo! Hallo allemaal! Hallo! Hebben jullie er een beetje zin in? Goed, zo. Hey, we gaan lekker boys en girls voor jullie doen. En dan gaat het altijd zo. The boys are saying... Hoo-ha. And the girls say... Oeh-la-la. Dus doe allemaal maar lekker mee. Hier is boys and girls. The boys are saying... Hoo-ha. Meiden, laat je horen dan. The girls say... Oeh-la-la. Dat kan ook harder. The boys are saying... Hoo-ha. En nu die meiden. The girls say... Oeh-la-la. Here we go! The boys are saying hoo ha! Come on, girls! The girls say ooh la la! Woo! The boys are saying hoo ha! Meiden, laat je horen! The girls say ooh la la! Boys and girls, let op! We feesten in de straat. We dansen tot de ochtend, laat zien waar je voor staat. Iedereen gaat los! Woo! Do you feel the heat? We moving and we grooving op een nieuwe beat. It really doesn't matter if you're black or brown or white. Come on, let's get together and let's have some fun tonight. The boys are saying hoo-ha, make a lot of noise. The girls say ooh-la-la, jump up and raise your voice. We kussen alle sterren en we dansen op de maan. Come on, get together, come on all your boys and girls. Come on, get together, come on all your boys and girls.
gezien? Hey! Heb je het gehoord? De wereld draait maar door, heel de wereld doet gestoord. Maar wij blijven samen, we moeten ervoor gaan. Met z'n allen staan we sterk, ja we gaan er tegenaan. It really doesn't matter if you're black or brown or white. Come on, let's get together. Okay, doen jullie mee? Let's have some fun tonight. The boys are saying who? Ha, en meisjes, we zijn hier niet. Come on. Girls say who la la, jump up and raise your voice. Sinterklaas, nou, dat is... Dit vond u leuk, hè, Sint? Dat zag er prachtig, goed uit, hè? Ja, prachtig. Mooi, hè? Ja, houdt u echt zo van dit soort muziek? Ja, ja, zeker. En draait u dat dan ook als u zeg maar thuis bent? Ik vind zingen en dansen, meneer Winston, de belangrijkste dingen die er zijn in het leven. Ja, ja. Sinterklaas, nou, ja. We hier toch zijn met alle kinderen bij elkaar en de kinderen die thuis zitten te kijken. Wij hebben wat vragen verzameld die allemaal opgestuurd zijn die we eventueel nu konden stellen. Heeft u daar nu even tijd voor? Jazeker, heb ik tijd. Er zijn namelijk heel veel mensen, niet alleen hier in de zaal, maar ook heel veel kindjes thuis. Dus dank voor jullie inzendingen. We hebben een paar van de leukste vragen eruit gehaald en die gaan wij dan nu stellen aan Sinterklaas. Oh, leuk. Begin jij? Oké, Sinterklaas. Wat doet u eigenlijk in de zomer? Ja, goede vraag. In de zomer sta ik altijd vroeg op. Okay. Want het is erg warm in Spanje. Om 's middags nog even een slaapje te kunnen doen. Maar ik ga rijden met Amerika. Ja. Langs het water. Wandelen in de tuin. Genieten van de mooie bloemen. En we spelen spelletjes. Wat voor spelletjes speelt u dan? Sjoelen. Schaken. Mens erger je nieten. Ganzenborten. Er is één Piet en die kan eigenlijk nooit zo goed tegen zijn verlies. Welke Piet is dat? Wie is dat? Dat durf ik hier niet te zeggen wie dat is. Atoe, wie is dat? We noemen het wel eens Piet erger je niet als hij meespeelt. Oh, nee. En ik zeg dan altijd tegen hem, ik kan natuurlijk niet zeggen wie het is. Nee. Prof Piet, het gaat om het spelen, niet om het winnen. Goed, ja. Dat weten wij. Dan heb ik het toch gezegd, geloof ik. Nee, we hebben het gehoord. Sinterklaas. Wat iedereen wil weten, en ik denk ook heel veel kinderen thuis. Ja. Wat is het lievelingseten van Sinterklaas? Het lievelingseten, meneer Winston, dat is vermicelli soep. Maar dan moet u wel oppassen dat het niet, zeg maar... En datzelfde geldt voor spaghetti. Spaghetti met rode saus, maar hetzelfde probleem. Een tompoes vind ik het allerlekkerste wat er bestaat. Een gebakje. Heerlijk. Wie houdt er hier nog meer van een gebakje? Zo ziet u dat, Sinterklaas. Oh, ja, ja, ja. Ze houden allemaal van gebakken. De keukenpiet maakt de lekkerste, toch? Nicolette, dat is een leuke vraag. Zeg. Oh ja, leuke dit vraag. Ben ik ook wel benieuwd naar. Sinterklaas, doet u ook aan sport? Bent u een beetje sportief? Schaken, zoals ik al zei. Ja. Sjoelen. Maar u rijdt natuurlijk op het paard. En ik rij op het paard. Op Americo. Ik rij op Americo elke dag. En elke ochtend maak ik 3 diepe kniebuigingen. Echt waar? Ja. Dus u voelt zich eigenlijk helemaal top? Ik voel me helemaal top. U ziet er ook fit uit. Nou, we zijn ook heel blij dat u er in zulke goede gezondheid bij bent vandaag. Ik heb nog 1 vraag. Wil jij die doen? Ja, dat is een hele leuke vraag. Hallo. Mag ik even... Keukenpiet. Keukenpiet,
Weet iemand misschien wie deze zak met snoep achter heeft neergezet? Keukenpiet. Ik heb er net ingekeken en er zit allemaal heel erg vies snoep in. Keukenpiet. Het ruikt naar vis. Dat heeft vast en zeker te maken met die verschrikkelijke... Sinterklaas. Keukenpiet. Heeft u vandaag al van mijn pepernoten geproefd? Oh. Ja, zeker. Maar wat bedoelde jij met die... Jongen, wat een gezellig feest is het hier, zeg. En, maar ik moet nu weg. Dag, Keukenpiet. Jongen, inderdaad. Ja, Sinterklaas, jongen, het is wat allemaal, hè? Het is een geweldige Piet, Keukenpiet. Maar juist in deze tijd van het jaar denk ik wel eens dat hij te hard werkt. Oh, dat weet ik wel zeker. Daarom was hij natuurlijk een beetje in de war. Ja, lieve Sint, we hebben de stoel weer even verplaatst. Want we vinden het namelijk wel leuk als jullie thuis natuurlijk niet heel goed kunnen zien hoe Sint het allemaal vindt. Maar het is ook wel leuk als jullie aan de overkant ook de Sint-seneur nog goed kunnen zien. En daarom gaat u nu even hier zitten. We hebben namelijk weer een spectaculair optreden voor u, Sinterklaas. Ik help u even. Ja, zo. Weet u, Sinterklaas, wat rappen is? Zo van... Weet u wat dat is? Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Nou, en ik kan zeggen dat de artiest die hier zo meteen komt optreden... de knapste Marokkaanse jongen is van heel Nederland. Echt waar? Goed opletten, want hij praat heel erg snel. Heel erg rap. Heel erg heel rap. Ja. Nou, Nicolette, verklap jij het maar. Dames en heren, jongens en meisjes en lieve Sint. Hier is speciaal voor jullie, Yes Sir! Wat? Ja, ja. Yes Sir, echt? Oh, wat leuk. Gooi die handen in de lucht allemaal. En haal ze hoog in de lucht. Dankjewel, bloedmooie vrouw. Mooi. Gozer, dankjewel, dankjewel. Hou die handen hoog in de lucht. Let's go. Er was niemand die me kende zoals jij. Uh-huh. Vanaf de eerste dag waren wij vrij. Hey. En niemand die het wist van jou en mij. Achteraf gezien was dat de leukste tijd. Hey. Maar de ruzies en verhalen kwamen vaker. Yep. Ik vroeg mezelf af, moet ik dit maar laten? In mijn hoofd strokkelde ik met al die vragen. Omdat ik niet over gevoel. En toen zeiden we, ik kan het nu nog niet geloven. Hey. Dat alles zo is afgelopen. Uh-huh. Ik ben voorgoed gestopt met hopen. Want alles wat we deelden is nu echt verloren. En jij zit het is niet alleen jouw schuld, dat weet ik. Het zijn niet alleen je vader die we niet vergeten. Yep. En toch heb ik mijn best gedaan. In 3, 2, 1. En iedereen zegt, hey. Ik ben niet meer van jou. What? Je bent niet meer van mij. Hey. Je houdt je nu wel groot, maar gaat kapot van de pijn. Omdat je bij me wilt zijn. Maar wat zeggen we? Hey, en is dit aan de tijd van een hele rotte tijd? Kijk, alles is verloren en wat heb je nu bereikt? Want je bent de... Let op! Okay. En zeg oh! Yep. Hey, ik loop nu vaker in mijn eentje over straat. Over straat. Zit ik en ze vragen hoe het met me gaat. Sinterklaas. Gek genoeg zijn ze allemaal verbaasd. Yep. Als ik hem zeg dat ik ook door moet gaan. Ik heb zoveel kansen gekregen in mijn leven. Zoveel gemist omdat ik dacht aan ons tweeën. Aan ons tweeën. Was nooit van plan om een spel met je te spelen. Komt, maar achteraf heb jij het ik wil ze horen met z'n allen weer. Ik moet er nu echt aan geloven. Hey. 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 Want onze liefde is afgelopen. Ik ben nu echt gestopt met hopen. Heb eindelijk voor mezelf gekozen. En Jesse, wat zei je toen? Het is niet alleen jouw schuld, dat deed ik. Het zijn niet alleen je fouten die we niet vergeten. En toch heb ik me best... Oké, okay, hartstikke zeg oh! Iedereen! Hey. Ik ben niet meer van jou. Wat? Ik ben niet meer van mij. Hey. Je houdt je nu wel groot, maar gaat kapot van de pijn. Omdat je bij me wilt zijn. Maar niet meer bij me kunt zijn. Het is niet aan de tijd van een hele rotte tijd. Kijk, alles is verloren en wat heb je nu bereikt? Want je bent me nu kwijt. Oké, droog je tranen, ome Jesse, let's go! Droog je tranen, ga nu verder, want je moet er doorheen. Hou je sterk, ja geloof me, want je bent niet alleen. Het is pittig, het is moeilijk, en ik voel me Sinterklaas, met je mee. Kom op, kom op, is niet altijd makkelijk. Laat je horen voor Sinterklaas! Hou je sterk, ja geloof me, want je bent niet alleen. Het is pittig, het is moeilijk, en ik voel met je mee. En handen in de lucht. Oké, handjes in de lucht, iedereen van links naar rechts. Ik ben niet meer van jou, hey. Ik ben niet meer van mij. What? Je hart je nu wel groot, maar gaat kapot van de pijn. Omdat je bij me wilt zijn. Maar niet meer. Oké, luister.
en zeg Sinterklaas. Zeg Sinterklaas. Dat je bij me wilt zijn, maar achteraf krijg je spijt. Yeah. Geweldig, jongens. Dankjewel, Sylvie. Fantastisch. Mag ik jullie iets vragen? Ja. Ik denk dat er veel kinderen zijn hier die zo graag hetzelfde zouden willen doen als jullie hier doen op dit toneel. Mag ik jullie vragen, hoe zijn jullie daarmee begonnen? Hoe oud waren jullie toen? Wij waren 14 jaar. Klopt, ja. En toen gingen we eigenlijk, begonnen we samen. En dat deden we eigenlijk gewoon door vooral te geloven in jezelf. En daar komt het altijd wel goed. Geloven in jezelf. En volg je dromen. Ja. En je dromen volgen. Ja, absoluut. Ja. Ook dat maar nog. Hoe komen jullie aan die prachtige teksten die ik zo hoor? Ja, ik zeg altijd door te leven, te zien en meemaken. Leven, zien en meemaken. En meemaken. Absoluut. Ik heb zo genoten dat ik zelf ga proberen om ook te oefenen wat jullie doen. En ik hoop dat veel kinderen dat voorbeeld van jullie zullen volgen. Want maar dat gaat wel lukken. Het is iets om voor te leven. Absoluut. Ik ben ontzettend blij. Willen jullie ze nog één keer een groot applaus geven? Dankjewel. Dankjewel, dankjewel Zetra. En een box, hè. En nog één keer een box. Zeg oh! Oké, dan. Geweldig, Tespiet. Geweldig, hoge hoogte. Maar weet je wie ik nou mis op dit feest? Nou, dat is toch Hocus Pocus Piet. Die hebben we helemaal niet gezien. Nee, Klus nee. Piet. Hocus Pocus Piet komt vast wel terug. Muziek Piet. In de tussentijd, Sinterklaas, wil ik u een verrassing voorstellen. Een verrassing? Ja. Tespiet gaat een liedje voor u zingen. Ah, maar daar ben ik heel erg blij mee. En ik denk de kinderen ook. Ze kan heel goed zingen. Ja. Goed idee. Toch? Ja. Doe maar. De laatste dagen voel ik me een beetje raar. Goed hoor. Geen trek in eten en ik kijk niet, maar ik staar. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la. Ik ben verliefd, zij is verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet. Ik ben verliefd, zij is verliefd. Op een hele mooie Piet, hij is zo lief. Toch stil. En hij heeft een mooie. Wat is er? Vinden jullie mijn liedje niet mooi? Wat? Oh nee! Goede dag! Nee, de poffen! Oh nee! Chef en Frekking! Jongens! De poffen! Frekking! Daar! Zijn de boeven er? Daar, daar! Oh nee! Wat moet er? De boeven komen eraan! Nee, je moet hier kijken. Daar gaan ze. Wat moeten we nou doen? Jezus, jongens. Oké, okay, even iedereen rustig blijven, rustig blijven. Oh, nee. Sorry, Sinterklaas. Dat de boeven in de zaal zijn. Sinterklaas, dat waren de boeven. Sorry. Het spijt ons. Maar er zijn hier toch alleen maar lieve kinderen? Ja, toch? Ja. Maar er zijn hier toch helemaal geen boeven? Nee, volgens mij zijn ze weg. Nee. Volgens mij zijn ze weg. Wacht even. Ja? Jullie, wacht even, kut. Wat zagen jullie? Boeven. En die hadden een rode knop bij zich. Nee. Die is van Kluspiet. Die moeten we terug hebben. Had een van de boeven de rode knop van Kluspiet? Dan moeten we ze vinden. Ja? Die heb ik nodig. Oh, hoe dan kunnen moeten we dat ze nou vinden. Even kijken. Nicolette. Die heb ik nodig. Magic Unlimited. Magic Unlimited! Kunnen jullie de boeven tevoorschijn tonen? We gaan bij Magic Unlimited vragen of die de boeven toveren. Is dat een goed idee? Oké. Nou, kijk, daar staan ze al klaar. Geef ze een groot applaus! Magic Unlimited! Spannend, Sinterklaas. Het komt allemaal goed. Dames en heren, hier is Magic Unlimited.
mee. Klap allemaal maar mee, jongens. Jongens en meisjes, klap maar mee op de muziek. Vandaag gaan we iemand uitzoeken uit het publiek die ons mag helpen met een waanzinnige vogeltruc. En Lara heeft iemand uitgezocht, een vrijwilliger. Ja, kom maar hier hoor, kom maar hier. Zo, ja, en zo iemand begroeten we natuurlijk met een keihard klap en juichapplaus. Hey, wat leuk dat je zo spontaan wilde helpen. Hoe heet je? Jasper. Jasper, hoe oud ben jij? Zes. Zes jaar? Oei. Dat is heel vervelend, Jasper. Om mee te mogen doen aan deze goocheltruc moet je minstens 7 jaar oud zijn. Hoe oud ben jij? 7. Heel goed, jij mag meedoen. Jasper, leuk. We hebben een goocheltruc voor je meegenomen, een echte goochelkast. Klim er even in en onderzoek deze kast even. Mensen denken altijd dat er hele spannende dingen verborgen zitten in zo'n kast. Maar dat is niet zo, maar niemand gelooft mij. Zie jij iets? Nee. Helemaal niks. Nou, als jij niks kan zien, dan kan niemand het hier zien. Jasper, kom er maar weer uit. Jij weet hoe het is om opgesloten te hebben gezeten in zo'n goochelkist. Ik bedank jou voor je medewerking. Je krijgt van mij een hand en een keihard applaus van alle jongens en meisjes in de zaal. Jasper, dames en heren. Wauw. Nou, de kist hier is onderzocht door Jasper. En toch gaan wij proberen het onmogelijke waar te maken. Wij gaan proberen om vandaag Renzo te laten verdwijnen uit deze kist. Maestro, muziek. Sinterklaas!
Wat fijn dat je terug bent. Maar waar kom je vandaan? Daar zijn ze! De boeven! Winston! Waar is de politie? Waar is de politie? Hou ze tegen. Hou ze tegen, Pieter. Hou ze tegen. Ik ga hier staan, Nicolette. Jongens, plof, Piet, muziek, Piet. Hou ze tegen. Politie, hè? Ik ben niet weggereden. Pak hem, Winston! Hou ze tegen! Politie, pak ze! Daar! Ga er achteraan, Piet! Gelukkig de politie! Hou ze tegen! Als je de verking daar, dag, lekker punt! Met z'n allen, jongens, zorgen te maken! De politie gaat ze pakken! Volgens mij hebben ze ze. Ja. Nou nee, dat niet helemaal zo te zien. Maar ik weet zeker dat het goed komt. Ik heb geholpen. Sinterklaas, leidt het nou niet naar... Ga naar Sinterklaas, kom niet naar Sinterklaas. Sinterklaas, heeft het nog steeds naar je zin? Ja, zeker. U heeft het toch niet te veel gezien, hè, hoop ik? Nee. Ik geloof dat de politie op tijd aanwezig was. Brigadier Geurtjes. Het komt allemaal goed. Maakt u zich geen zorgen, zeg ik altijd. Alles nou, om het een beetje goed te maken, hebben we nog een hele gave verrassing. Nog één. Want ook even leuk voor al die kinderen die thuis zitten te kijken. Hebben jullie het ook zo naar je zin allemaal? Ja, hè? Ik had het net al eventjes beloofd. Lieve Sint, we hebben echt met z'n allen hier heel erg ons best gedaan om ze hier voor u vandaag te krijgen. Ze hebben het zo druk, maar ze hebben echt deze dag geblokt in hun agenda om hier te zijn op uw grote feest. Ja, wie zijn dat dan? We gaan even rustig zitten. Want dit is wel echt iets waarvoor u eventjes rustig aan uw hart moet denken ook. Sinterklaas, ga zitten. Dan ga ik even Sinterklaas Nicolette... Sinterklaas gaat zitten, maar ik vind dat de kinderen moeten gaan staan. Wel op hun plek. Jongens en meisjes, ga allemaal staan. En ik wil even testen of jullie nog steeds allemaal wakker zijn. Laat je eens even zo hard mogelijk horen. Oké, houd dat vast. Goed. Want als wij ze aankondigen, dan wil ik dat jullie zo hard gillen als je kan. Vandaag mag het. Oké. Bent u er klaar voor? Hier zijn ze dan, speciaal voor jullie, Nick en Simon! Geweldig! Nick en Simon, de enige echte. Fijn dat je er bent, man. Dit verander jij opeens naar zwart. En je buien gaan van droog naar boos. Maar soms opeens een lange regen hoog. Je breekt een held en breekt opnieuw mijn hart. Op je zoektocht naar wat groener gras. Besef jij dat ik net iets groen van jaloezie jij niet. Dat jij alleen mij daarom niet verliest. Mij daarom niet verliest. Maar als ik in je ogen kijk, dan zie ik elke keer een ander. Wanneer doe jij eens het water bij de wijn? Maar als ik in je ogen kijk, dan ben je elke keer een ander. Ik wil ook weer eens een keer gelukkig zijn. Ik haal mijn schouders op voor wat jij zegt. Er verandert niets aan wat ik voel. Maar ik wil weten wat je nou bedoelt. Je lacht en huilt en lacht als ik jou zie. Vandaag ben ik je grootste vriend. Maar morgen heb ik jou weer niet verdiend. Dat jij me nooit ziet staan. Maar leg me uit
Zet je masker af en kijk me aan. Want je kunt niet meer verliezen. Je kunt niet meer verliezen dan mij. Als ik in je ogen kijk, dan zie ik elke keer een ander. Wanneer doe jij eens wat water bij de wijn? Maar als ik in je ogen kijk, dan ben ik elke keer veranderd. Ik wil ook weer eens een keer gelukkig zijn. Maar als ik in je ogen kijk, dan ben je elke keer veranderd. Ik wil ook weer eens een keer gelukkig zijn. Alsjeblieft, Sinterklaas. Dankjewel allemaal. Zo mooi, jullie stemmen klinken zo mooi bij elkaar. Dankjewel. Er is zoveel harmonie. Maar mag ik jullie iets vragen? Is er nou ook zoveel harmonie tussen jullie? Zijn jullie ook zulke goede vrienden? Ja, absoluut. Echt waar? Al vanaf de middelbare school, meneer Sinterklaas. Al heel jong. Hoe oud waren jullie? Ik denk dat we 16 waren toen we voor het eerst zongen. En toen hebben jullie samen gezongen en dat klonk onmiddellijk dat jullie zeiden, dat gaan we vaker doen. Nou, eigenlijk zeiden we, dat blijven we altijd doen. Ja, echt. Dus misschien is het wel leuk om nog één liedje... Wat vinden jullie ervan, kinderen? Ja? Dan zullen we dan ons omdraaien, dat ook jullie ons kunnen. Dag. Even voor de kinderen erachter dan. Het liedje dat we nu gaan zingen, dat begint ongeveer zo. Want jouw liefde dit is Rosanne. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander. Soms verblijd, wil ik liever, 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 liever voor altijd. Maar als ik dacht dat ik je had, dan had jij je weer bedacht. Onvoorspelbaar en zo onverwacht. Ik keek maar toe hoe jij mij in verwarring bracht. Ik wil zekerheid dat ik bij jou ben vannacht. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander. En mij doet het pijn. Want jouw liefde, waarmee jij mij soms verblijdt, wil ik liever, 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 liever voor altijd. Jij kan je rust niet vinden. Jouw geest is veel te vrij. Jij bent morgen weer anders dan vandaag. En jij wilt je nog niet minder, maar dat hoeft ook niet van mij. Ik wil gewoon die zoen, het is al wat ik vraag. En daarachter! Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Want jouw liefde, waarmee jij mij soms verblijdt, wil ik liever, 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 liever. Voor altijd. Weet wel dat ik hier op je wachten zal. Tot je eindelijk je rust vindt bij mij. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander. En mij doet het pijn. Want jouw liefde, waarmee jij mij soms verblijdt. Wil ik liever, 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 liever voor altijd. Wil ik liever, 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 liever voor altijd.
Jongens, geweldig dat jullie er waren. Geweldig. Tekeningen, bloemen. Oh, kijk nou die rozen. Oh, kijk eens. Jongens, kijk eens. Bloemen voor jullie. Simon? Kom maar. Oh, geweldig. Die moeten jullie meenemen. Van haar. Al die fans in de zaal. Niet alleen maar fans van Sinterklaas, maar ook van Nick en Simon. Goed, jongens. Zwaai nog even allemaal naar Nick en Simon. Dag. Winston, ik roep ze er even bij, ja, want dit is een belangrijk moment, ook voor de kijkers thuis. Want weten jullie nog, Kluspiet die had die verrassing. Kluspiet, waar ben je? Oh, daar is hij. Sinterklaas, ik heb deze brief voor u gekregen van een van die kindjes daar. Bewaart u die goed? Ja. Oké, heel goed. Geef hem maar aan Tespiet, die bewaart hem wel. Goed, Kluspiet, kom er eens even bij. Sinterklaas, omdat u voor ons dit geweldige feest georganiseerd heeft, hebben wij een verrassing voor u. Een hele grote verrassing. Een hele grote verrassing die ik zelf in elkaar gefixt heb na dagen van timmeren en lijmen en plakken en spijkeren. En de kinderen die weten er al van. En die gaan helpen om de verrassing te onthullen. Tot hoeveel moeten we ook alweer tellen, jongens en meisjes? Heel goed. Heel goed. En dan? En dan mag u op de rode knop drukken. Ja. Ik vind het spannend. Ja. Wij weten niet wat de verrassing helemaal is, hè? Bent u er klaar voor, Sinterklaas? Ja, zeker. Oké. Okay. Dat komt van boven, Sinterklaas. Thuis meetellen, thuis meetellen. Dan gaan we met z'n allen heel hard. 1, 2, 3. Ik zie ballonnen komen. Sinterklaas, kijk eens. Kijk al die ballonnen. Confetti. Het is gelukt. Het is gelukt, Nicolette. Mooi, Kluspiet. Wat goed gedaan. Wauw. En als die ballon bij je hoofd komt, sla hem weg. Is dat niet geweldig? Dat is geweldig. Oh. Kluspiet, goed gedaan, hoor. Oh. En we gaan met z'n allen even zitten. Zwaait u ook nog even naar de kindjes thuis. Zwarte kap. Sinterklaas, wat een feest, hè? Mooi. Geweldig feest. In Spanje op het kasteel ontstond het volgende tafereel. Twee broers met kwaad in de zin hadden gemene plannen. De ene die wilde een paleis, de ander door geld van de wijs. De lucht die stonk een idee en heeft zijn vrouw verbannen. En nog voordat Sint er erg in had, gingen ze samen op reis en zongen. Is de club van Sinterklaas. Heel goed, dat kan harder. Alle boeven steeds de baas. Als we voor grote problemen staan, dan is de club onbevreesd. Dankzij de kieter is iedereen in de jaarbeurs voor het grote feest. Dus zing maar. Sinterklaas. Alle boeven steeds de baas. We gaan zwaaien. Handjes. Maar eenmaal in Nederland hield het gevaar nog steeds stand. De broertjes die waren heel sluw achter ons aangereden. En plotseling in elke schoen breekt snoepgoed echt niet te doen. Hoe lossen we dit nou weer op naast onze werkzaamheden? Als iedereen nou zijn best gaat doen, zijn we misschien nog op tijd. Dus zing maar. Oh, hey, oh. Gelukkig is de club van Sinterklaas. Met z'n allen. Oh, hey, oh. Alle boeven steeds de baas. Als we voor grote problemen staan, dan is de club onbevreesd. Dankzij de Pieten zijn we allemaal in de jaarbeurs voor het grote feest. Dus zing maar. Oh, oh, hey, oh. Gelukkig is de club van Sinterklaas. Oh, oh, hey, oh. Alle boeken steeds de baas. En nu twee keer zo hard met z'n allen. Oh, hey, oh. Gelukkig is de club van Sinterklaas. En alle artiesten hier op het podium. Oh ja, ik moet een handmatje. Dat doen we zo. Dat doen we lieve, zo. Lieve Sinterklaas. Oh, is het voor u net zo'n groot feest geweest als voor ons?
Het is het mooiste feest dat ik ooit heb meegemaakt. Ooit. Echt waar? Ja, echt waar. Kijk eens om u heen. Alle artiesten verzamelen zich hier. We waren hier allemaal speciaal voor u en de kijkers thuis. Ja, hebben ook de hele misschien middag kunt u gekeken. Nog even tegen de kindjes thuis ook zeggen dat u misschien nog wel bij ze langskomt een deze dag. Jazeker, want ik ga dit feest nu verlaten om echt aan het werk te gaan. En dan kom ik bij jullie allemaal langs. Op school, op thuis, in de straat. En dan kom ik bij jullie. Om samen met jullie mijn verjaardag te vieren. Dank u wel, Sinterklaas, dat u de tijd hebt genomen om hier te zijn. Dat u er was. En we gaan met z'n allen voor u zingen als u weggaat. En we gaan zwaaien naar u. Het is nog niet afgelopen. Veilig naar huis op Amerika en dan zien we u. Meneer Winterstrom, dank u zeer. Dank u wel. Dag meneer. Dank u wel. Kom, maar gaat het goed? Sinterklaas, zal ik uw staf pakken? Dag Zwarte Piet. Oh, het is hier zwaar. Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, ik wil iedereen vreselijk bedanken die hier zich verkleed heeft. Maar thuis hebben jullie ook vast meegedacht. Fantastisch dat jullie er waren. En volgend jaar ook weer kijken naar het grote feest van Sinterklaas. Ja, en vergeet je schoen niet te zetten, hè, iedere dag. Want ja, je weet nooit wat je erin kijkt. En ja, volgend jaar zijn we er hopelijk weer allemaal kijken. Veel plezier de komende dagen. Dankjewel voor het kijken. Doeg! Dag. Wij dansen en zingen nog even verder. Met z'n tuurlijk! Doeg! Dag.